Goedemorgen. Het is vandaag zondag 1 oktober en dat betekent dat het nog maar één volle maand is tot New York. Echt ongelooflijk hoe dichtbij het nou komt. Ik heb natuurlijk voor het laatst gevlogd bij de run van Winschoten. En dit is alweer 3 weken geleden. Ik heb niet gevlogd tussendoor omdat ik gewoon puur niks te vloggen had. En vandaag is er weer een training met Tui Sports in Amersfoort. En er komen ook weer allemaal meiden heen die ook meegaan naar New York. Dus dat gaat super leuk worden. En ik vond het dus vandaag weer tijd om te kunnen vloggen. En ik heb er super veel zin in. De afgelopen 3 weken zijn trouwens wel goed gegaan. Maar 2 weken terug heb ik nieuwe schoenen gekocht. Ik zal ze even laten zien. Nike Zoom Fly. Ik ben echt super blij mee. Speciale editie voor de poging om de marathon onder de 2 uur te lopen. En hier kun je ook je tijd van de marathon laten graveren. Dus ja, let niet op de... Ja, sorry jongens, ik loop hard. Maar ja, super blij mee. Maar die heb ik dus gekocht. En dat is dus een nieuwtje. Maar vorige week had ik een duurloop van 30 kilometer. En dat ging eigenlijk wel goed. Maar de dag daarna had ik een herstelloop van 10 kilometer. En toen had ik zo'n pijn in mijn linkerknie. Echt, dat heb ik nog nooit gehad. Echt onderaan mijn knie, zeg maar. Dus het gaat nu wel iets beter. Ik heb deze week een beetje rust gehouden om het hardlopen heen. Zeg maar wel gewoon mijn trainingen gedaan. Maar ik hoop dat het nou gewoon niet erger wordt en alleen maar beter. Maar ja, verder is het wel goed gegaan de afgelopen weken. En vandaag staat 32,5 kilometer op de planning. Bij Tui Sports organiseren ze rondjes van 10 kilometer. Dus ik ga even kijken of ik er 2,5 aan vast kan plakken. En zo niet, dan moet ik het maar ook voor lief nemen. En ja, ik denk dat ik niet ga falen op de marathon door die 2,5 kilometer. Ik heb nou even koffie gezet, want ik ga ontbijten in de trein. Anders is het te lang, duurt het te lang voordat ik ga lopen. Dus mijn ontbijt ga ik zo even maken. En dan... spullen zijn al gepakt. En dan ga ik de trein pakken naar Amersfoort. Tot dan! Klaar voor de Janne? Ja! Yay. Nu bijna 20 kilometer gehad. Het gaat echt heel goed. Het is super leuk om met de hele groep te lopen. Maakt het echt een stuk makkelijker. En de tijd vliegt echt. Ik heb niet eens muziek bij me, dus goed teken. Oké, 31,5 kilometer gelopen al. Zoals je dus merkt ga ik wel voor de 32,5. Het groepje is nu afgehaakt bij de 30, dus het laatste stukje is even me, myself en I. Maar wel even oké. Ik heb het op het moment wel heel erg zwaar eigenlijk. Echt mijn benen doen zo pijn. En mijn rechterbil ook. Maar het is nog maar heel even. En de eerste 30 kilometer ging zo snel.
dat ik de hele tijd met een gezellig groepje liep. Waarmee ik veel op kunnen praten. Dus ja, nog even volhouden jongens. Tot zo. Super fijne goodies gekregen net. Van Vivid. Dus die komen altijd wel goed pas. En nu even lekker een yoghurtje eten. Nou, het zit erop voor vandaag. De laatste paar kilometers waren dus echt enorm zwaar. Ik heb daarna ook even niet meer gefilmd. Ik ging gewoon eigenlijk direct douchen. En daarna was er echt allemaal bananenbrood gebakken. En je kon yoghurt samenstellen. En we konden allemaal producten van Vivid meenemen. En allemaal fruit. Dus het was super goed geregeld. En ja, daarna nog even gekletst met de meiden die ook met Anne Merel meegaan. En ja, nu loop ik naar de bus. Ik moet even doorlopen, want anders mis ik hem bijna. Even een samenvatting van mijn workout. Ik heb dus 32,5 kilometer gelopen in 3 uur en 50 minuten. Gemiddelde snelheid van 5,33. Echt, eigenlijk veel te snel. Was echt niet de bedoeling, maar ik liep met een groep en ja, het was gewoon gezellig en ik kon het bijhouden. En als je naar mijn hartslag kijkt, is het ook best oké, vind ik. Nou, ik ben nu dus ook weer thuis en ik ben best wel moe nu, dus ik ga vanavond ook niet zoveel doen. Ik wou eigenlijk nog met mijn studie bezig, maar het is zo verleidelijk om dan gewoon lekker een avondje Netflix te kijken of YouTube te kijken. Dus misschien ga ik dat wel doen, iedere avond. Heb ik ook wel verdiend. Het was een hele leuke dag. Ik heb met veel nieuwe mensen gepraat, veel nieuwe mensen leren kennen die ook meegaan naar New York. En ja, ik ben er blij mee. Ik weet trouwens niet of deze vlog nou heel erg kort is geworden of dat het meevalt. Want ik vond het toch wel een beetje ongemakkelijk om tussen die mensen al rennen te gaan vloggen. Dus ja, maar we zullen zien. Misschien valt het wel mee en anders komt er de volgende keer een iets langere vlog. Hierbij wil ik deze vlog dan ook afsluiten. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!